Goedemiddag, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik weet niet of jullie het zien, maar ik film met mijn telefoon. Want ik ben mijn camera weer vergeten van mees. Ik vind het zo stom. Ik heb altijd een klein tasje met gewoon portemonnee en alles erin. En die zet ik dan meestal beneden neer bij mees. En mijn andere spullen zijn altijd boven en dan vergeet ik het altijd te pakken. Dus dat is super kut. Dus ik film vandaag even met mijn telefoon. Ik ben helemaal klaargemaakt. Ik heb een heel leuk pak aan van Lovies voor school. Nu zou je denken, hoezo ga je zo naar school? Maar ik moet nog een foto maken van, met het pak aan voor Lovies. Dus ik ga dat na school doen met Bart. Want dan zijn we toch gewoon in Amsterdam natuurlijk. En dan heb je wel leuke plekjes. Dus ik dacht, dat is mooi meegenomen. Dus dat gaan we dan doen. Dus ik dacht, dat vind ik wel leuk om te filmen. Dus vandaar dat ik het even met mijn telefoon doe. Maar vanmiddag ga ik foto's maken met mijn telefoon. En ik kan niet foto's maken en filmen tegelijk met mijn telefoon. Dus ja, dat kan eigenlijk wel, hè. Er zit hier nu zo'n knopje en dan kan ik een foto maken. Maar oké, mooi verhaal. Dus het is nu 12:30 en ik moet 12:15 op school zijn. Dus ik ga met 20 minuutjes ongeveer. Maar ik zal nog even het pak goed laten zien, want ik ben helemaal af. Kijk even hoe leuk. Zo amazing. En ik ga deze schoenen eronder doen. En ja, heel overdressed naar school. Maar I'm fine with it. Want ja, boeien. Maar dus ga ik zo mijn spullen pakken in richting school. En ik weet niet wanneer ik mijn meisje mijn tas ga ophalen. Of wanneer hij hier komt en die het mee kan nemen. Maar dat zullen jullie vanzelf wel zien. Het is wel kut. Oh, het is vandaag maandag. Morgen. Oh nee, woensdag komt mijn vlog altijd online. Dus ik heb nog even om te editen en alles. Want mijn camera is natuurlijk nu bij mees. En daar staan mijn beelden op. Dus oké, mooi verhaal. Ik ga zo naar school. Goedemorgen. Wow, het is nog maar 10:30. Normaal word ik rond deze tijdstip, nee, niet wakker tegenwoordig. Want ik heb gewoon school. Sorry, ik ben even mijn broek aan het aantrekken. Zodat hij wat strakker zit. Anders valt hij van mijn kont af. Maar het is wel nee, nog heel vroeg. En ik ben ondertussen weer naar school geweest. Ik moest van 9:30 tot 10:00 op school zijn. En daarna ben ik even gaan tanken bij mijn moeder. En nu ben ik thuis. En mijn kamer is echt een bende. Ondanks dat Mees het heel schattig heeft opgemaakt. Niet zoals ik het zou doen, maar hij heeft zijn best gedaan. Want Mees sliep hier en die was... Ik had het wel vanochtend wakker gemaakt, want ik ging een ontbijtje voor hem maken. Maar hij ging wel wat later weg. Dus doet hij zijn best. Maar ja, oké, mooi verhaal. Ik heb mijn camera dus weer terug, omdat Mees gisteren hier was. En ja, ik film maar met mijn camera zoals je kan zien. Dus ja, mooi verhaal. Ik heb deze week eigenlijk best wel een leuke week om te vloggen. Want ik heb vanaf donderdag tot en met zaterdag wel leuke dingen te doen. Ik wou zeggen tot en met zondag, maar zondag moet ik werken. Dus dat is niet heel interessant. Zo interessant voor jullie, want dat laat ik nooit zien. Ik ga eerst even mijn kamer een beetje opruimen, want er ligt allemaal bende nog op de grond. En daarna ga ik weer aan school. Oh, en kijk hoe schattig. Hoe lief. Ik had een bosje bloemen nog van Mees gekregen. Omdat vorige week waren we natuurlijk 5 jaar samen. En toen had Mees corona. Dus toen hadden we elkaar niet gezien. En nu had hij nog een bosje bloemen voor mij. Echt super lief. Oké, ik ben heel goed bezig aan school. Want ik ben bezig met ondernemingsplan. Maar ik ben echt heel goed bezig. Alleen toen net werd ingebeld door de docent om even te bespreken. Werd er aangebeld met een pakketje. En nu heb ik van een online webshopje via Instagram. Wacht, ik ga opzoeken hoe het heet. Even kijken. Het heet Ladylike Fashion. En nou ja, daar heb ik dus een heel leuk jurkje van gekregen. En I'm so excited. Want ja, hij is echt heel leuk. Nou, dus ik dacht, dat ga ik natuurlijk even met jullie openmaken als het mij lukt om open te krijgen. De camera is bijna leeg. Ik moet een andere achterpak van boven. Dus ik hoop dat ik hem daarvoor al heb opengemaakt. Zodat ik niet naar boven hoef. Oké, there it is. Het is een printje. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb ook een maat M. Want ja, ik vroeg van wat adviseren jullie ook. Want ik vind het heel lastig. Altijd maten. Maar maat M zei ze. Maar het schijnt wel inderdaad door. Dus ik zou er wel een onderjurkje of iets onder moeten dan. Maar dit is het jurkje. Ja, je ziet nu eigenlijk nog helemaal niet echt hoe die zit. Maar hij is heel erg mooi getailleerd. En ik vind het printje ook gewoon heel erg leuk. En hij stond gewoon heel mooi. Bij het model. Dus ik ga deze zo meteen passen. Ik ben echt heel benieuwd. Maar ik ga eerst even verder naar school. Want ik zit er nu echt lekker in. En als ik dit nu ga passen en zo, dan heb ik helemaal geen zin meer om te beginnen.
Oké, het is even later. En ik heb hem aan. En ik had dus eerst een andere gezien, maar die hadden ze niet meer. Dus toen heb ik deze gekozen. Die lijkt hier nog op. Maar ik weet het niet zo. Ik vind hem echt wel mooi. Alleen, het is ook weer heel ouderlijk of zo. Papa, wat vind jij van deze jurk? Nou, niet echt jouw ding, maar dat zou ik... Nee, hè? Dat dacht ik al. Nee, dat is echt voor meisje. Voor meisje. Ik weet het ook niet zo. Ik ben heel benieuwd ook wat mama ervan gaat vinden. Zeker. Goedemorgen is het nog. Het is 11:55. En ik heb me al een tijdje klaargemaakt. Ik heb dit giletje dus aan van Lovies. Met deze broek van de Bershka en de topjes van mijn moeder. Maar ik vind het wel leuk. Ik ben vandaag vrij van school. Super chill. Dat. Ik denk dat ik zo meteen heel veel met mijn moeder naar de HEMA wil. En naar de Xenos. Ik had dus namelijk vroeger had ik een keer zulke hele grote rollers gehaald. Wacht, ik ga mijn andere laten zien. Kijk, ik heb nu zulke rollers. Maar die zijn echt super klein. Maar ik wil eigenlijk grotere. En die had ik vroeger. Had ik een keer bij de Primark gehaald. Echt, nou ja, zulke dikke. Maar die gebruikte ik nooit. En Bel, toen tijd, wou ze die hebben. En ik zei, ja prima, ik gebruik ze toch nooit. Dus die had ik aan Bel gegeven. En nu denk ik, ja, ik wil zelf ook wel weer. Godverdomme. Ik haat dit. Wil ik ook wel weer wat? Mijn video is aan het exporteren. En daar kan, zeg maar, daar kan je even niks doen. Maar die serie ging aan en dan stopt hij ermee. Maar, dus die had ik aan Bel gegeven. En nu dacht ik... Ik wil zelf toch wel weer zulke rollers. Want ik zie steeds op TikTok ook films voorbij komen. Nu ik ook zulke plukjes heb en zo, dacht ik, ik ga het gewoon proberen. En deze rollers zijn eigenlijk te dun om echt mooie dingen te doen. Dus ik wil even naar de HEMA, want ik had online gekeken en daar heb je ze waarschijnlijk. Dus dat. En mijn moeder wou misschien even naar de Xenos. Dus ik denk dat ze dat een beetje gaan doen. Eigenlijk verder niks. Vanavond eten bij mijn opa en oma. En ja... That's it. Dus mooi verhaal. Ik ga even ontbijten, want dat heb ik nog niet gedaan. Welkom bij de Mom Life Vlog. Jar, het is eigenlijk een neefje van jou, toch? Ja, van Max. Van Max. Max Jar de vriend, die is zus, die heeft een kind. En Jar en ik gaan vandaag met hem naar de kinderboerderij. En dus hebben wij hier al de kinderwagen. We gaan hem nu ophalen. Ja. Oh wacht, ik zie het al. Hier zit ik in een klik. Het is niet koud? Nee, ik vind het niet koud. Ja toch. Ja toch. Is het tegen? De remmen staan er nog op. Tussen zat of zo. Oh my god. We zijn op de boerderij in Bad Hoeve zit hij. Helemaal leuk. Ik loop met de kinderwagen. Charlie rent eten achter een nieuw aan. Een ezel. En er zit hier dus een school, kinderopvang en daar. Dus het is echt druk. Dit lach jij kent. Nou, ondertussen hebben we... Ik heb mijn haar in mijn mond. We zijn ondertussen een uur lang eigenlijk al de hele tijd aan het lopen. En dan tussenstopjes bij speeltuinen. En bij de kinderboerderij dan. Maar die was echt heel klein hier in Bad Hoeve. En nu is meneer moe. Ik loop met de fiets. Char loopt met hem in de kinderwagen. Ondertussen is het al even later en ben ik met Mees in Haarlem. Want wij lopen nu naar Toujours. 20 minuten te laat, aangezien het onderweg heel druk was en we een beetje haast hadden. Je zegt net een half uur. Ja, een beetje overdrijf zodat je doorloopt, hè. Maar we gaan lekker eten. We hebben een lekker voorafje. En we zitten echt heel gezellig. Wat lach je? Nee, ik bedoel niet sarcastisch, maar ik ga niet helemaal overdreven praten hier. Eet smakelijk, schatje. Ik heb een burger. Sorry, ik heb mijn mond vol. En we hebben verder wat share dingen. Oh, wij hebben een lekker toetje. De muziek was harder, de lichten gingen wat donker. Goeie mees, echt een goede grap. Goeie mees.
Wat? Oh. Ja, voor mij. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Gisteren met Mees echt heel gezellig en lekker en chill gegeten, dus dat was echt top. En vanochtend moest Mees naar school best wel vroeg, dus ik had hem bij Schiphol afgezet, kon hij daar de trein pakken. En toen ben ik gelijk naar huis gegaan en nu heb ik me klaargemaakt. Ik heb ja gewoon een simpel topje aan met een simpele broek. There you go. Dit topje is van Xabo. De broek is van de Bershka en deze riem van Naked, maar is niet bijzonder. Want Char en ik gaan zo meteen naar Maastricht helemaal toe. Aardig eindje rijden, maar daar woont een vriendinnetje van Charlie, Isabella. En Char en ik hadden het er gewoon over. Hè? Isabella. Dat zei ik. Isabella. Ik zeg geen Isabella. Oh. Het is Isabella. Dat weet ik ook wel. Isabelle en Charlie had het over naar Maastricht gaan. Toen heb hij wel toevallig Charlie van kom jij naar Maastricht? En toen, nou ja, zodoende ga ik ook mee. En ik heb er echt zin in. En Isabelle is al heel lang vriendinnetje van Charlie. En ik kwam hier vroeger ook echt heel vaak thuis. Dus het is ook echt als een soort zus voor mij. Dus dat is echt gezellig. En dan gaan we lekker daar naar Maastricht. Gaan we lekker eten. En dan gaan we blijven bij haar slapen. Want haar vriend die is ergens weg voor voetbal. Dus de avond. Nee, dus ja. Ik ga nog even zo mijn tanden poetsen en laatste dingetjes inpakken. Ik heb hier mijn tas. En dan gaan we zo meteen Charnik lekker 2,5 uur rijden. Gelukkig kunnen we allebei om en om rijden. Dus het scheelt. Dan is het niet zo lang. Maar wie weet houdt een van ons het wel helemaal vol. You never know. We zijn aangekomen. Maastricht. Hebben we lekker lunch. Mijn soepje ontbreekt nog. Die komt eraan. Maar we zitten echt heel schattig hier zo. Bij het raam. Nee, ik ben het ook helemaal niet gewend. Nee, die komt. Nou, we hebben heerlijk geluncht. En we lopen nu in de straten van Maastricht. En het is echt heel schattig en leuk hier. Charlie heeft wat gekocht bij de Hunkmuller nu. Ja, kijk hoe schattig hier ook dit terrasje hier. Hier naar rechts. We gaan naar rechts. Oh ja, achter het vleeshuis. Wat willen we? Achter het vleeshuis. Achter het vleeshuis? Ja, dat is een hele rare naam. Ja, dat vind ik heel raar klinken ook. Maar dat komt omdat je hier bent in Maastricht. Maastricht, hè? Allee. Het is wel heel gezellig hier, heel schattig. Hier, kijk, ook een boutique. Als jullie ergens naar binnen willen, oh ja. Schattig boutiquies. Oh ja. We hebben heerlijk een wafel. Alleen Charlie niet. Mag wel een hapje. Maar niet met Nutella. Alleen Noep. En we hebben wat gehaald. Niks bijzonders. Cute. En ja, zoals ik zei, helemaal geweldig. Oh, Charlie. Jij zegt ook heel sneaky. Oh. Helemaal onder de weg. Echt? Op elke foto. Kijken. Hier heb ik mijn ogen dicht. Hier heeft Lois haar ogen dicht. Hier. Kijken we allemaal. Nee, maar niet echt mijn ding. Niet echt charmant. Hier. Maar voor wie is het ook? Dit gaat toch niet op Insta, wat boeit dat? Nou, als het te leuk was ook. En nee, we zijn op de brug. Nog nooit van gehoord. Charlie vond het de shit. Echt een leuk foto. Het is wel mooi. Ik vond het ook niet heel leuk. Maar we zijn weer thuis bij Bel en we hebben ons even omgekleed. Ik heb dit nieuwe topje aan van Xabo. Met de leren broek. Ik moest gewoon nog even aandoen. En dan gaan wij lekker uit eten. We moeten best wel opschieten. We moeten erheen lopen. Het kwartiertje lopen ongeveer. En het is nu dus, oh, 15:15. Perfecte timing eigenlijk. Nou, we zitten hoor jongens bij cliché. Ik wou chic zeggen, het heet cliché. En we, ja, dit is echt allemaal lekkere Aziatische hapjes. Wat is dat? En dit is onze eerste ronde. Ja, wat is dit? Lijkt een soort piepschuim. Oh, ja, lekker? Wat is het? Nou, ik ben heel benieuwd. En we hebben lekker cocktailtje. Jij gaat binnen een seconde alles weer op. Ja, we moeten echt slomer eten, anders zijn we hier binnen een half uur over weg. Echt ongezellig. Kijk hoe gezellig. We hebben net daar zo gezeten. Maar ik ben helemaal vergeten te filmen toen we op het terras zaten. Maar het is ondertussen bijna 9:30. En om 10:00 gaat natuurlijk alles dicht. We hebben hier vanaf 6:00 tot 9:30 gezeten. Echt heel gezellig. We zaten eerst eens binnen te eten. En daarna nog een drankje buiten op het terras. Wel onder heaters en een dekentje. En nu lopen we gewoon even door. En gaan we gezellig kijken of we nog ergens anders een drankje kunnen doen. En dan om 10:00 gaat alles dicht. Dus dan gaan we gewoon lekker richting Belderhuizen. En misschien nog lekker een filmpje kijken. Kopje thee doen. En dan gewoon lekker slapen. Wat kan je zo voor de dat je lange benen hebt, dat kan je niet zeggen. Oh, kijk hoe gezellig. Ja, echt. Dit is hier een soort van clubachtig. Wat grappig. Iets soort maar. Echt grappig zeg, wat is leuk. Ik voel de vibe. Nou, wat een type staan hier ook. Nou, dag. House every weekend. Ja, Messi bij. Oh,
9 minuten. Adje voor de sfeer. Kom op, meiden. Ja, dat zeg jij. Hoi, gaat jullie laten zien? Nee. Hoe je moet atten met wijn. Dit zijn twee soorten. Ze gaat even verdedigen tegenover mij. Johnny, kijk maar. Doe dan maar. Huppakee. Het is namelijk 8 voor. Oh nee, 2 voor. Het is 2 voor, dus we moeten gaan. Hoe stop ik dit eigenlijk? Hoe stop ik dit? Wat is stoppen? Hetzelfde knopje als aan. Dit moeten wij zo meteen ook gaan doen. Met al belderkarton. Ja. Hoezo help je haar herinneren aan dat? Oh, als je het vergeet. Weet je wat echt leuk is? Dat is zo meteen nog het karton. Maar, vreselijk. Ja, anders komt het pas weer over een maand. Dat moet echt. Ik zei. Komt er maar per maand. Ja, één keer jongens, per maand. Even serieus. Maar stop even. Mijn sok zit dubbel en dat doet echt fucking pijn. Shit, man. Nee, weet je dat randje? Kijk, iedereen heeft het staan. Ja, iedereen heeft karton hier staan. Dit is echt een ding in mijn schip. Oh, dit kan echt niet. Wow, kijk hoe fel de maan is. Unbelievable. Unbelievable. So beautiful. Goedemorgen, mensen. Wij gaan lekker ontbijten. Wat heerlijk. Oh, en een verse smoothie. Hele goede huisvrouw hoor, wel. Heerlijk. Ik heb vandaag verder helemaal niks gefilmd. Hey. Maar vanaf Maastricht ging naar huis en toen kwam Mees. Oh, kijk trouwens hoe schattig. Mijn moeder heeft dit gedaan voor Valentijn. Echt zo schattig en ook weer deze lamp. Danny. Speciaal voor Danny. Kijk hoe lief. Echt heel leuk. Hi kid. Maar toen was Mees dus hierheen gekomen. Toen mijn ouders weggebracht, want die gingen ergens een drankje doen. En daarna gezellig eten met vrienden. En nu hebben Mees en ik lekker een voorafje, stokbrood met dips. En de zoete aardappelsoep staat warm te worden. Dat hadden we al. En dan hebben we als hoofdgerecht best wel wat dingetjes gehaald. We hebben zoete aardappel, we hebben allemaal groenten, we hebben lekker stukje vlees. Oh, dit moet geroerd worden. Dus dat. Dus we gaan lekker eten bij mij thuis. Als je bij mama er niet zijn, kunnen we lekker gewoon zelf chill koken en alles. Dat vinden we soms ook wel leuk. En dan vanavond gaan we waarschijnlijk wat met vrienden doen. Maar dat was allemaal nog een beetje ingewikkeld. Maar nou ja, we weten wel dat we wat gaan doen. We weten eigenlijk niet hoe we wat verder. Maar oké, jullie gaan het allemaal zien. Dit is ons maaltje geworden. Dit is allemaal groente. Dit is zoete aardappel. Een vleesje met champignons. En Mees precies hetzelfde. Echt niet, ik heb ui bij. Oh ja, en ui, ik niet. En nu gaan we, weet niet wat kijken eigenlijk. Netflixie. Nou, zoals je ziet glimt de hele keuken weer zowat. Ik heb alles weer opgeruimd. Ik zet deze even hier alweer. Zo. We hebben heerlijk gegeten en alles opgeruimd. Ik ga hem zo even omkleden. En dan gaan we vanavond dus naar vrienden. We gaan naar Dave en daar komt iedereen heen gezellig. En dan gaan we van gezellig spelletjes doen en alles. Dus dat denk ik. Oké, dus dat. We zijn weer mijn geniale spel aan het spelen, ook al zeg ik het zelf. Hoi. Waar kom je op? Slap Ass of Choice. Je hebt weer muziek, hè? Nee, het is geen vodka. Mystery shot. Shotten! Open weer. In één keer. Mystery shot. Doorslik, nee! Niet terugspugen. Oh, in de app ziet een beetje naaier. Wat is er dan? Oh ja, Lele. Ik vloer mijn vlot weer zo. Oh ja, Lele. Doe het nog één keer zo. Oh ja, Lele. Hey, nee, nee, kijk maar. Doe, deugel. Oh, nee. Allemaal van links en rechts en dertig, wat voor lood. Allemaal van links en rechts en dertig, wat voor lood. Ga niks!
Wow! La 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 la. Morgen, ik ga de vlog even afsluiten. Ik heb zondag helemaal niks meer gefilmd. Aangezien ik toen gewoon de hele dag moest werken. Dus er niet zoveel te filmen was. Maar ik ga dus nu de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, doe zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet het belletje niet aan te zetten, zodat je helemaal niks van me mist. En dan hopelijk weer tot bij mijn volgende video. Mwah.